kandidaten is mij gevraagd om in het kort iets te vertellen. En ik wilde graag in een aantal minuten mijn studententijd in vogelvlucht laten passeren. Nou, het heeft zich voor een groot gedeelte afgespeeld in het gebouw dat jullie daar op het scherm zien. Het huidige gebouw waar daar ook de bol is. Maar dat is namelijk de faculteit waar ik op lees. Nou, het begon allemaal met mijn bachelor. Ik was heel nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zat. En vandaar dat ik besloten heb om natuur- en sterrenkunde te studeren. Nou ja, in het begin was dat natuurlijk een hele verandering. Een nieuwe kamer, nieuwe studie, nieuwe mensen, nieuwe stad. Maar uiteindelijk heb ik met goed gevolg mijn propeduizen gehaald. En binnen 3 jaar had ik ook mijn bachelor. En dan heb je dat papiertje. En daar heb je natuurlijk heel hard voor gewerkt en vakken gevolgd. En hard voor gestudeerd. Maar gelukkig was er ook tijd om leuke en ook nuttige dingen te doen en te combineren. Zoals bijvoorbeeld Nijmegen verkennen, samen met mijn nicht die toen op bezoek was. Ik ben naar Genève geweest, naar de grootste deeltjesversneller ter wereld. Door een internationale studentenorganisatie was dat georganiseerd. En later ben ik ook nog terug geweest in een master als zomerstudent om lezingen te volgen en om onderzoek te doen. Ik ben ook naar studiereis geweest naar China, waar we ook een heleboel interessante natuurkunde en culturele dingen hebben gezien. Maar goed, na mijn bachelor ben ik verder gegaan met een master, wat met een moeilijk woord theoretical high energy physics heet. En dat is eigenlijk gewoon de fysica van de allerkleinste deeltjes die we kennen. En die deeltjes die neem je waar door ze met hele hoge energie op elkaar te laten botsen en dan kun je ze meten. En vandaar dat het high energy physics, oftewel hoge energiefysica, heet. Nou, wat heb ik gedaan? Na vakken te hebben gevolgd, heb ik eigenschappen van de lege ruimte, oftewel het vacuüm, onderzocht. Nou, en dan zult u misschien denken van, lege ruimte, vacuüm, is dit dan wat interessants in dan? Is dat niet gewoon niets? Is dat niet gewoon leeg? Nou, dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. Want het blijkt vanuit de kwantummechanica weten we dat er telkens deeltjes ontstaan en verdwijnen in die lege ruimte. Die deeltjes brengen energie met zich mee. En door die energie weten we dat de lege ruimte dus leeg is, maar goed, energie bevat. Wat ik heb gedaan is een overzicht gemaakt van wat we dan weten over die lege ruimte. En samen met mijn begeleider heb ik ontdekt dat door berekeningen goed uit te voeren en de correcties mee te nemen, dat we eigenlijk dichterbij echt de werkelijke gemeten waarde komen van de energie van de ruimte. En dat komt omdat die energie ervoor zorgt dat ons heelal versneld uitdijt. Denk maar aan bijvoorbeeld een ballon die je opblaast. De energie heeft eigenlijk hetzelfde effect als dat je zeg maar steeds meer lucht toevoegt en dat de ballon daardoor groter wordt. Ja, hetzelfde effect heeft die energie dus. Alleen wat we dan meten is niet in overeenstemming met wat we vanuit de theorie weten. Maar door dat eens goed te bestuderen, zijn we dus een stapje dichterbij gekomen om echt de gemeten waarde te benaderen. En daarnaast hebben we ook een nieuwe manier ontdekt om naar de eigenschappen van het vacuüm te kijken. Want tijdens de berekeningen die ik tegenkwam, ging iedereen er eigenlijk van uit dat het universum oneindig groot is. En gewoon oneindig groot. Leeg universum in principe, als je alleen maar het vacuüm bekijkt. Maar dat zou misschien kunnen. Maar wat wij waarnemen is in ieder geval een eindig universum. Want als we waarnemen hebben we lichtsignalen nodig en die kunnen maximaal met snelheid van het licht gaan. Dus we hebben in ieder geval een soort grens van wat we waar kunnen nemen. Nou, en ik heb gekeken naar wat als je die grens meeneemt, wat voor effect heeft dat dan? Nou, en het blijkt dus dat je dan een extra bijdrage krijgt aan het uitdijen van het heelal. En dat is eigenlijk in het hele vroege universum, als het universum nog heel jong is, dan is die bijdrage eigenlijk dominant. En daardoor zet het heelal, het vroege heelal, eigenlijk extra snel uit. Nou ja, dat is heel interessant, want vanuit de kosmologie weten we dat dat, dus we vermoeden dat dat inderdaad zo is, dat heet inflatie, alleen de modellen die we tot nu toe daarvoor kennen, zijn heel ingewikkeld. Nou ja, dit zou een gedeelte van inflatie gewoon op een relatief simpele en elegante manieren kunnen verklaren, namelijk gewoon vanuit de eigenschappen van de lege ruimte. Dus eigenlijk zou ik onderzoek samen kunnen vatten. nothing really matters. Niets is gewoon belangrijk.
onderzoek ben gaan kijken wat ik verder zou willen doen. En ik heb nu een tijdelijke baan gevonden bij Kenniscentrum Wet en Techniek, waar ik projecten die met wetenschap en techniek te maken hebben, ga organiseren en eraan mee gaan doen. En over een aantal maanden ga ik verder kijken wat ik dan nog verder zou willen doen, maar dat is in ieder geval een goede ervaring. En rest mij alleen nog maar om mensen te bedanken. Nou ja, alle mensen die ik tijdens mijn studententijd heb leren kennen, natuurlijk mijn familie die me altijd gesteund heeft. Iedereen op de universiteit. En natuurlijk ook u allemaal dat u aanwezig bent. Dank u wel. Je had mij namelijk iets tijdens het college Quantum Veldentheorie horen zeggen dat jou wel aansprak als masterstage onderwerp. Op dat moment dat ik heel krachtig waarschijnlijk even achter mijn oren maakte ik me zorgen, want zoals alle studenten in de zaal weten, ik ben tamelijk ongelijk projectiel als het gaat om het doen van opmerkingen en zomaar dingen zeggen tijdens een college. Dus ik vrees het ergste. Nou, gelukkig viel het enorm mee. Het was een heel onschuldige, maar wel diepe opmerking, dat doe ik ook af en toe wel eens. Namelijk dat er waarschijnlijk in het vacuüm veel meer fysica zit dan we tot nu toe gedacht hadden. En dat wil jij voor jouw masterstage verder uitwerken. En dat zou helemaal lopen, een van jouw dingen waar je graag in interesseerde, of filosofie of schuld daarbij een rol, je wilt helemaal uitzoeken van historie, via de filosofie, misschien zelfs religie, tot en met, het zieke vacuüm, helemaal tot en met de wonderwereld van het kwantumvacuüm, dat alles behalve leeg en saai is. Nou, we waren ons allebei te degen bewust dat dit een heel riskant onderwerp was. Dat we aan het eind van de rit geen garantie hadden dat er ook iets spannends als resultaat uit zou komen. Dus we vreesden in eerste instantie het ergste, maar jij wilde het heel graag doen. Dus wie ben ik om dan nee te zeggen? En dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Het is helemaal geen saaie route geweest. Het begon eerst heel rustig. Je begon een boek te lezen over de historie van het klassieke vacuüm met als onderwerpen, concepten van het niets, het vacuüm en leegtes. Typisch in het Nederlands een boek van drie keer niks zou ik willen doen. Daarna ging jij de kwantumwereld in. Je wilde het echte eigenschappen van het kwantumvacuüm onder de loep nemen. En dus je kijkt naar energie en lading. En wij dachten, lading, dat zou wel heel spannend kunnen wezen. Nou, daar kwamen we toch redelijk snel achter dat dat toch waarschijnlijk niet het geval was. Als daar het einde van het verhaal was geweest, dan had het wel een hele saaie scriptie geworden. Met of zonder Indiërs die het voor je hadden geschreven. Gelukkig is het daarna helemaal afgelopen. En dat kwam omdat je op een bepaald moment ineens bij mij op mijn deur klopte. Er is mis met mijn berekeningen. Het klopt namelijk iets niet met de druk van het vacuüm, maar de druk van het vacuüm is heel belangrijk voor het uiteinde van het heelal. Dus wij dachten natuurlijk eerst van, nou ja, dat zou wel aan jouw berekening liggen. Maar we kwamen heel snel achter dat dat helemaal niet het geval was. En vanaf dat moment is er eigenlijk geen saai moment meer geweest in ons onderzoek. Ik zeg ons onderzoek, want dit deden we lekker samen. We kwamen erachter, heel snel achter, dat er in de literatuur aardig wat kort door de bocht werd gegaan met redenaties. En dat hebben we op een heleboel vlakken onderuit geschoffeld. En terwijl we dat deden, kwamen we stap voor stap dichter en dichter bij de frontlinie van het onderzoeksgebied. Dus voordat we het wisten, zaten we over onze oren in de kosmologische constanten, in het uitdijen van het heelal, inflatie in het vroege heelal, allemaal van die gevleugelde onderwerpen waar nu iedere theoretische fysicus helemaal lijp van wordt. Nou, we zaten er helemaal middenin. En dat was ook een hele leuke tijd. Niet alleen voor mij, maar met name ook voor jou. En we hebben enorm ups en downs gekend. We hebben zelfs even een moment gedacht dat wij een quantum-energie model hadden voor, vacuüm-energie model hadden voor inflatie. Nou, voor het begin in de zaal, dat zou zo'n gevalletje zijn geweest van even stok opmelden. Nou, ik zei ook ups en downs, de barbecue is natuurlijk ook een down. En dat Suzanne heel erg enthousiast was overduidelijk, want we hadden net een discussie gehad van, dat ging niet 5 minuten bij de koffie, maar dat was meer een uur of twee brainstormen over allerlei wilde ideeën over de kwantummechanica. En ik liep naar huis, ik ging richting huis, het was al bijna donker aan het worden, en op de corridor hoorde ik nog iemand aan de telefoon praten. En wie was het? Ik betrapte Suzanne, ze was net een soort resume aan het geven, het laatste nieuws van het onderzoek. Aan het melden, doorbellen naar haar familie. Zo denk ik van, waarom haar familie? Nou, haar familie draagt wetenschap heel,
heel warm hart toe. En ze wilde ook meteen haar meest recente ontwikkelingen wilde ze doorbellen naar familie. Nou, dat typeert ook in jou en je familie natuurlijk. Nou, Stockholm, hoe zit het daar nou mee? Nou, dat doen we nog maar even niet. En wat de verkamerleden dief snel achter, hoe leuk het ook zou zijn geweest, dat het toch niet het model voor inflatie was. Maar desalniettemin zit jij daar en mag je nu even met recht de huidige queen of the vacuum noemen en mag je direct jouw masterdiploma in ontvangst nemen. En persoonlijk gesproken, Suzanne, ik wil jou bedanken voor een fantastische tijd, fantastische samenwerking. Naast dat je een hele plezierige persoon bent, ben je ook echt een leuke sparringpartner voor wilde en leuke ideeën waar ik ook erg van hou. En je hebt een prachtig stukje werk afgeleverd, dat zowel conceptueel is, dan ook creatief van aard is, met een vlugje filosofie, dat hoort echt bij jou. En ik vermoed dat daar geen Indië aan te pas is gekomen, tenminste dat hoop ik dan. En tenslotte wil ik jou en je enthousiaste familie wil ik heel erg feliciteren met het behalen van jouw mastertitel. En dat is een mastertitel cum laude. En ik wil jou heel veel succes wensen in je nieuwe baan, waar je een ander talent voor jou in de etalage mag zetten. Dan zijn namelijk je communicatieve vaardigheden. En dan zou je denken van uit het zicht, uit het hart, dat hopen we niet. Je komt de dingetjes bij ons afronden, je wilt het artikel nog met mij schrijven. En misschien stiekem als er geld is, dan toch nog doorgaan op dat onderwerp. En elke keer als ik op het station sta, moet ik aan jou denken. Ik kijk mijn avond op de rug. Sta ik bij de bushalte, ik kijk aan de overkant, staat dan het muziekcentrum, voormalig muziekcentrum Don Roosje, dat nou onder de naam Thalia gaat. En dan denk ik, hey Suzanne, want jij hebt met die naam, heb je samen met een paar anderen, heb jij een prijsvraag gewonnen. Nou Suzanne, van harte gefeliciteerd en voor jou je masterdol. Dan is onze laatste kandidaat Irene Bollerman.